Hallo beste reviewvrienden, hoe is het met jullie? Met mij gaat alles lekker. Achmed heeft weer wat opgestuurd. Wat zal het zijn? Ik weet het ook niet. Zullen we even kijken? Ja, dat gaan we doen. Leuk, nog een klein doosje. Maar wat is het? Kijk, en in het doosje zit nog een doosje. En er staat een papiertje met tekst. En de tekst is... Japanese. En ik ben van veel markten thuis, maar niet van de Japanse markt. I am a dual power screwdriver. Japanse schroevendraaier. Wat wel fijn, want ik ben altijd lekker handig. Oh, twee Japanse schroevendraaiers. Of moet ik nu, of je Japans met schroeven, snap je? Eens even kijken, wat hebben we hier? In het eerste doosje zit een wouwstick. Staat erop. Ik weet begon niet wat het is. Wat zit er in het tweede doosje? Is dit in godsnaam? Ach, hemeltje. Dit zijn de bitjes. Ach, kijk nou. Kijk nou wat leuk. Hier zitten de bitjes in. Hele kleine bitjes. Om hele kleine dingetjes in elkaar te schroeven. Met die hele kleine Japanse schroevendraaier. Hartstikke leuk en enig. Enfin, op zoek naar batterijen. Batterijtjes. Die erin passen. Laten we eens even kijken of dat lukt. Het is wel handig, hè? Dan hebben ze een schroefmachientje. En dan is het batterijdopje een schroefje. Maar dan kan je dus niet gebruik maken van het schroefmachientje. Snap je wel? Eigenlijk vind ik het best wel handig. Je hebt toch heel vaak van die dingen met zo'n heel klein schroefje. En dat je echt denkt, jezus, hoe ga ik dat doen? Dan moet je hier nou kijken, joh. Het is zo verfijnd en zo klein. Ik vind het wel handig. Ik ga eens eventjes iets zoeken wat ik hiermee uit elkaar kan schroeven. Iets kleins. Kijk eens wat ik daar heb. Dat verschrikkelijke, nare, niet functionerende naaimachientje. Ja, kijk, kijk, kijk. Het werkt! Japanse schroevendraaier doet wat hij zegt. Chinese naaimachine is troep. Ik heb een iets groter kopje nodig. Hier, zet je er zo op, hand of wat. Chinese naaimachine, Japanse schroevendraaier, 1-0. Nu hoor ik wel eens over deze reviewpagina. Ja, Jan die zeikt alles af. Maar dat is niet helemaal waar. Want ook bij mij geldt, goed is goed. En deze Japanse schroevendraaier, met al zijn kleine, vrolijke, magnetische bitjes, is top. Iedereen moet dit in huis hebben. Voor die kleine nachtgeschroefjes die je er net niet uitkrijgt met je gewone handboormachine. Dit is werkelijk een fantastisch apparaat. En daarom geef ik hem een echte en een gemeende en een goed bedoelde Japanse 9.